een café, die kruske, en straalt in ambiance. En ze komen van overal. En ze meunen niet, want ze geen schijn. Als je geen schijn had, moet je niet over de grenzen gaan. En toch doen ze het. Ja, ik doe het ook. Maar voor mij doen de Duitsers al een oorske toe. Omdat ik samen met hen doe. Ja, een mens moet toch overleven, hè. En die kruske komt er ook veel Duitsers plezier maken. Ze zaten toen af van Maria op het station. Ze gebruiken dat station voor eten en munitie voor het grond te voeren. Staat hier in de streken vol met hangaars. En de eerste jachtvliegtuigen zien aankomt, rare vogels. Ze stekten met haar bek in de grond. We hebben er echt gelachen mee. Maar nu wordt ze serieus. De hangaars liggen vol met bommen. We verwachten dat de eerste bommenwerpers gaan vertrekken van hier om ons leven te bombarderen. Mijn broer is soldaat aan het front. Ik hoop dat ik hem nog weer zie, gelijk dat hij is getrokken met arms en been en een neus en een mond. Om 7 uur is het café gesloten. Wat is het eigenlijk gaan doen? Gaan kijken naar de aanplakbrieven. Waarom? Iedereen weet toch dat we ons wapens moeten inleveren? Heb jij wapens ingeleverd, Miel? Niet liggen, hè? Heb jij ze wel ingeleverd? Mijn vader heeft dat gedaan. Ha! De mijne niet. Mijn vader is zo schuw als een wezel. Dat is de reden waarom zijn broer het vader geschopt heeft dan hij. Dat zei mijn moeder, omdat hij niet genoeg durfde. Doe misschien nog last zijn stropjes passeren. Misschien brengt hij wel een zandje of een konijntje mee. Oh, misschien is ze wel opgepakt. Waarom? De Duitsers hebben veel volk nodig om dat vliegplein op zijn Pietersvaart aan te leggen. Maar ze hadden genoeg in Ruisleden en Marialter die voor de Duitsers willen werken. En ze worden nog goed voor betaald ook. Ze zoeken er wel met Duitsland aan werken, maar wie wil er dat? Heeft jij niet te kiezen, Gust? Wist jij dat dan niet? Zij is nu opgelegd als ze paarden, boeren en karren oppijsten. Wacht maar af. Zeg, weet je hoe dan een Duitser ook een noten openmaakt? Hij klopt hard op de schelp en roept: afmachen! Hé, hey, kom wel. Doe maar daar. Neem eens mee, vrouw. En we hopen dat hij van zandje of een konijntje zou meegebracht om ons dan te trakteren op het café, hé? Dag het ook, konijntje was weg. En ik ga hier nog mijn konijn gaan aanstroppen. De boswachter heeft het eruit gehaald. Zeker weten. Achilles, je doet daar niets. Achilles heeft ook haar een konijntje. Maar zou je dat strop laten staan? Nee. Nee. Dank aan ook niet. Dat is een pamflet. Het is een bericht aan de inwoners. Geen nee, Gustie. Kijk, ten einde hongersnood te voorkomen. Maar dat heb je toch al een hele tijd? Maar niet iedereen heeft het gelezen. Dat is waar. Mag je nu een muur doen? Ja? Ja. Zou je muur niet? Worden de inwoners van de gemeente verplicht van de gemeente ter beschikking te houden, comma, ene hoeveelheid zuivere gezonde rogge. Onze rogge. Dinsdag om te bakken, naarmate de volgende verhouding, dubbele punt. Oh, die doet ze liever slecht. Grote eigenaars, dat is de kasteelheren. 500 kilogram. Ah, de burgemeester. Mijn nozeloren, is uit zijn kasteel gezet. Waarom lachen jullie nu? Die Duitsers gaan dus ook moeten betalen. Die Duitsers gaan toch niet meer betalen. Ze spelen kasteelheer. De nooslaag van voortlezen, ja? Goede burgers, 200 kilogram. Paardenboeren per werkpaard, 100 kilogram. 100 kilogram voor die paarden? De Britse soldaten moeten de zwaarste lasten dragen. Juist toch? Dat is socialisme. Het is ook socialisme, hij zweegt. Koeienboeren met 3 of meer koeien
ook 100 kilogram. En de koeienboeren met twee koeien, die kregen 50 kilogram. Ze moeten er geen moord aan brand roepen. Ze krijgen er half voor. Nooit genoeg natuurlijk. Ze worden leeggezogen, Husten. Wij hebben ook niets. Die boeren zijn niet van gisteren, hè, Hust? Dat is juist. Ze steken het weg onder de mest op en verkopen het in het zwart. Wat gaat je daarmee doen, Jan? Uithouden in het café. Meent je dat? Weg spoilen van aanslag. Gebruik het om je hak mee af te kruisen. Jan? Ja? Weet jij hoe een Duitser een nokkernoot eet? Nee. Hij klopt op de schaap en roept... Overmachen! Nozelaar. Dat is een reetje van Mil, hè? Mil? Waar is Mil? Ik heb hem niet zien weggaan. Hij zal er wel bijna zijn. Bij zijn kappen. Nee, hij is in ieder geval het zijn nu, hè? Kom, we gaan hem bezoeken. Kom, hier, kom. Ze heeft de druk zeker. Maar ik heb haar hier nodig, hier, nu, want ik wil haar iets zeggen, want ik ben woedend. Ja, ik ben razend op die Duitser. Een groot bakker zat hebben ze allemaal, ja? Maar moet hij dan ook met mijn lieve afpap? Godverdomme, Tine, wat blijf je nu? Ja, eerst weer zover, ja, dat hij u aan uw kont zit. Een handje hier, een handje daar. En zeg niet dat het niet waar is, hè? Godverdomme, Tine, taal, kijk daar weer niet meer mee. Verstaat je dat dan niet? Die een Duitser is een bezetter, en een bezetter is een Duitser, en dat is een vijand. Ja, wie zou het u zo gezegd hebben? De burgemeester? Die heeft nog zo gezegd, een Duitser niks in de weg te leggen. Niets! Maar zo, ik heb hier iets in de weg te leggen. Wie deed horen wel mijn voelen zijn, mijn vader, want hij pakte de riem. Waar kan ik twee beters gebruiken? Ja, wat heb je te verliezen? Niks. Vader en moeder in armoe. Roep naar het hier thuis. Hoe dat dat gaat eindigen, dat weet ik niet. Hoor je dat? Ze zijn weer schietoefening net te houden. En ze doet dat liefst als het rustig is om ons te pasten. En daarachter zijn ze aan het zingen in het café en te tieren van het cafeetje van Tineke. Tot de zorgen van tijd. Kan dat toch niet laten gebeuren? Blijf thuis, zei ons moeder altijd. Maar weet zij niet wat zij zegt? Weet zij niet wat ik voel? Maar ik kan dat zo niet laten gebeuren. Ik kan die nog een Duitser een lesje leren. Maar dat doet je nu weer zaken gedaan met de Duitsers, hè? Ze moet lekker iedereen haar boterham verdienen.
maar als ze wil passeren, moet ze betalen. Gelukkig kon ze niet roepen. Hij heeft haar de mond gesnoerd. Het was rap gedaan. En Marianke, je zou het beter pakken waar dat zij triep zit. Niet bij iemand gelijk ik. Hij slaat trekken. Maar ze is zelf niet veel beter. Smeer en hoek, luister. We hebben ze elkaar niet bestelen. De mens is heel arm. En ze gaan ze nog een beetje opplichten. Pony. Hier, pak je boven. Ik ga de rest van mijn drankschulden mee betalen. Eentje voor je moeder. En dat andere stuk houd ik voor mijn tante. Voor mijn broer. Je tante en je broer? Ja, ik heb het gezien, hè. Waar heb je gezien, Mil? En ze weet dat ik het gezien heb, want ze werd groot tot achter haar oor. Kom mee, ja. Wat ga je doen? Mijn geweer al. Uw geweer al? Ja, mijn geweer al, kamerasje weer. Jij moet toch niet doodschieten? Met haar, nee. Die een Duitser. Waarom? Waarom? Een slag met de kolf van zijn geweer en hij weet van de wereld niet meer af. En eraf te slijven zijn glot af bij de vikkers. Is dat koppen vol, zeker? Wat ga je doen? Blijf hier of kom je mee? En jij ook, ga je mee of kom je hier blijven bij het verhaal of zo? Wat kun je dan? Kom rusten. Kom. Nee, ik ga niet mee. Blijf waar ik ben. Je weet niet of je goed het of niet met mee te gaan. Ik ga niet op een ander kloppen. Dat kan ik niet. Maar ik zou het moeten kunnen. Hoe kun je overleven als je geen klappen kunt verkopen? Zie mij hier nu staan, als een sukkelaar. Maar Marbeel, daar had ik niet goed mee aflopen. Ik voel het aan mijn water. Hij is veel te kwaad en opgefokt. Een Duitser aanvallen, dat is zelfmoord. Die Duitsers gaan dan niet blauw-blauw laten, dat weet ik nu al. Beel had ons meeslepen in zijn val. Verdomme, ik ben nog zo jong. Ik weet nog niet wat leven is. Nu is dat leven niet veel waard. We zitten tot onze mond in de stront, die van de Duitsers. Mijn moeder wil vluchten. Weg van hier. Mijn vader niet. Het gaat overwaaien, zegt gij. Ondertussen loopt hij krom en kreupel door zijn achterhof. Overwaaien. Ik weet het niet. Oorlog waait nooit zomaar over. Al die doden die blijven hangen in uw kop. Dat kunt u niet wegvegen. Het is ook helemaal anders, maar het blijft wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En het is met 20 acteurs en vrijwilligers. De eerste voorstelling is programmeerd voor 3 oktober in Brugge.
Daarna gaan we ook naar Beren gaan spelen, dus iedereen is van harte welkom. En ik wil ook nog even het waar gebeurd verhaal. De kiem eigenlijk van dit stukje en van het grote stuk, dat ligt in, eigenlijk in mijn vaders auto. De kiem, die is daar gelegd geweest, omdat mijn vader, toen wij naar Sint-Niklaas reden, vertelde over een zekere Miel Beel, die gefusilleerd was tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat fascineerde mij. En iedere keer als wij naar Sint-Niklaas reden, vertelde mijn vader daarover, totdat ik zei, ja, nu moet ik daar iets mee doen. En dus ja, het is een sociaal-artistiek project geworden. Dit is een voorproefje, we starten pas in oktober. En het is ook iets heel speciaals vanavond. Jullie zijn getuigen van een historische gebeurtenis. Want vandaag heeft er iemand gebeld naar mij, die wou komen kijken. En die vertelde, en Hans Beel, dat ik misverstaan had. Ik zeg, kom je naar Beel? Nee, ik ben Hans Beel. Ah, ben jij dan familie van Miel Beel? En blijkbaar is dat zo. En die heren, die zitten daar van achteraan. Hans Beel en Sebastiaan Beel. Dankjewel dat jullie gekomen zijn. Het is wel speciaal dat jullie hier aanwezig zijn. En ja, er is gelegenheid volop om na te praten. Regie Ad van Aesten. Dank u wel. Ja, mogen we nog een akkoord doen? Ja, dat is een hele Thank you.